Ja, het is vandaag dus een derby tussen Elewijd en Hofstade. Elewijd staat spijtig genoeg tweede laatste en Hofstade tweede. Maar dat is helemaal niet te zien in het spelbeeld vandaag. Maar dus wij staan momenteel voor met 1-0. En na een kwartier stonden we al met 10 man. Wegens, wij vinden uiteraard een onterechte rode kaart op Duitse Jaspers. Volgens mij kwam ik als tweede op die man. Die man was al neer aan het gaan. En dan kwam ik erin. Dat was mijn eerste fout van de match. En volgens mij geel had wel gekunnen. Maar rood vond ik er echt wel. Momenteel houden ze toch wel, denk ik, vooral op karakter houden ze zich sterk. Het valt niet op dat we maar met 10 spelen. Is een derby voor u belangrijk? Uiteraard, uiteraard. In onze reeks hebben we veel derbies. En dat is uiteraard voor de sfeer en de omzet. En uiteraard ook is dat belangrijk. We hebben vandaag dan ook een VIP-lunch gehad, waar we toch met 100 mensen waren voor samen te eten. En de burgemeester heeft dan ook de wedstrijdbal geschonken en zo. Dus dat geeft toch wel een beetje leven in de gemeente. Weg! Wat doen we nu wat aan een balkje die we wegschotten, zeg?